Hey kijkers van Dus David Craft, welkom bij een gloednieuwe Mindtopia aflevering. En niet zo breed, want ik ben vandaag met Milan! Oh, ik nam net een slok, man. Yo, hey, hallo! Ik heb ook helemaal niet gezegd wanneer we gingen beginnen met opnemen. Nee. Daar zat ik ook. Ja. Oeps. Hey, we hadden het erover en we zeiden we moeten een keer wat opnemen. Toen zei je, ik wil dat Mindtopia wel zien, want ik snap er helemaal niks van. Ja, ik had het echt al, ik geloof, 5 maanden geleden van jou gehoord. Het hele concept, hoe het zou worden. Ja. En ik mocht niks zeggen tegen helemaal niemand, zelfs niet tegen mijn vrienden. Nee. Ik heb mijn mond gehouden en nu is het moment hier eindelijk dat het open is en dat iedereen kan spelen. Of niet iedereen, maar dat het exclusief kan spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat het is geworden. Nou, ik zou zeggen, neem een duik in mijn zwembad, dan komt het helemaal goed. Nice. Maar heb je wel, ga je met je kleren. Jongen, belachelijk. Ja, je mag er ook weer uit, hoor. Oh, sorry, man. Nou, sorry. Ik zal het even uitleggen. Dit is mijn huisje. En dit is dus mijn zwembad. En dit is mijn achtertuin. En dit is mijn auto. En hier is mijn huis binnen. Dit is je auto? Ja, tuurlijk. Want kijk, als je een auto hebt, dan kun je snel warpen naar plekken. Dan hoef je niet te lopen. Oh, dat is gruwelijk, man. Okay. Yep. Ja, maar je moet even onthouden, ik weet helemaal niks van Mindtopia. Ik heb nog niks gezien, alleen dingen gehoord. Ja, ik ga het je echt proberen uit te leggen. Ik ga echt mijn best doen. Kom maar gauw weer. En ik moet die deur dicht doen, anders gaan mensen constant in mijn achtertuin. Het is toch zo, als je in mijn achtertuin springt, dan kom je er niet meer uit. Want ze kunnen de deur natuurlijk niet open doen. Oh, kun je mensen opsluiten hier zo en als seks? Juist. Ik wil nog een kelder bouwen, dan komt het helemaal goed. Oh. Nou, de kijkers hebben dit allemaal al gezien, maar dit is mijn huis. Ja. Hier is mijn gamehoek. Zeg cool. Maar. Oh, ja. Met 3 schermen? Fucking chill. Tuurlijk heb ik er 3. Ik krijg allemaal Twitch-donaties, dus ik kan zelfs nog een 4e binnenkort bijhalen. Oeh, nice. En ja, en hier is de keuken. En eigenlijk is dit wel zo'n beetje mijn hele huis. Ik heb niet zo'n groot huis. Stom, hè? Oké, en ik kan dit niet doen. Nee, alsjeblieft. Dat is de voordeur. Oh, doe ik wel even de achterdeur dicht, want anders, nogmaals, alle mensen die de hele tijd gaan kijken. Dat is niet de bedoeling. Sorry, ik zat even te lezen. Ga door. Lees eens op. Privé-eigenaar van David, even kloppen, want de bel doet het niet. Like, ja. What the fuck? Ja, zo is het. Wat wil jij zien? Want dit is dus mijn huisje, maar zoals je al ziet, ben je er redelijk snel doorheen. Zijn er dingen waarvan je denkt van, dat wil ik weten, dat wil ik zien, dan ik ben vandaag jouw tourguide. Nou, rechts zie ik banksaldo. 15.000 euro. Dat is echt een tierenlier aan geld. Ja, op zich wel. Ja, dat is meer dan wat ik nu heb. Oh, serieus? Dus ik ben nu rijk, of? Nee, dat is gewoon je startgeld. En ik heb net mijn zwembad gemaakt en laten maken. En ik heb mijn interieur gedaan, dus ik heb niet zoveel geld meer. Oké, dan ik wil dat uitgeven natuurlijk. Want als je geld op je bank hebt, dan moet het weg. Aan wat? Ja, dat is een beetje de vraag. Wat kun je kopen? Ik zie een bank daar, maar ja, ik hoef niet binnen, denk ik. Nou, als je iets wilt betalen, wel. Oh. Want niet elke winkel hier heeft een pinautomaat. Dus, dus ik heb nu 15.000 cash? Nee, het staat nu nog op je bankrekening. Oh, gelukkig. Dus ik kan niet beroofd worden door Datje X. Absoluut niet. Maar je kan wel kijken, je kan daar ook niet slaan, zie? Oh ja. Dat wil gewoon niet. Dat scheelt. Er zijn wel PvP-zones, maar daar zijn we heel veilig mee. Als je deze bovenste blokje aanraakt, rechterbuisknop, dan zit je als het goed is in je geldmachine. Ja. En onderkant zie je alle blokken die je kan hebben. En rechtermuisknop erop, dan haal je er eentje af. Of je klikt op alles bovenin met je linkermuisknop en dan heb je alles in 1 keer. Dus dit is je bankrekening. Oké, nice. Ik heb een golden nugget. Hier, Deetje. Oh, Milan gaat geld geven. Zo. Maar alsjeblieft. Wat als je iets wil kopen wat 15.000 was? Dan kan het nou niet meer. Oh, bitch. Geef me mijn geld terug. kom terug. Hé, ik ben een clown. Wat? Ik ben een clown in de game. Ik zei alsjeblieft en dan ben ik ineens een clown. Oh, een level 1 clown. Zou dat beter of slechter zijn dan een level 2 bakkermedewerker? Geen idee. Ik ook niet. Hey, maar leuk. Wat je zou kunnen doen is even je eerste eten halen. Want als je zometeen gaat redden, dan gaat je eten snel op. En je wilt natuurlijk niet doodgaan hier. Dit is trouwens wel de bank. Dus als je een lening zou willen hebben, dan kan dat. Want ik werk hier aan Jeroen en Sven. Dus als je een van die mensen ziet, dan kun je ze aanspreken en dan kun je een lening krijgen. Want uiteindelijk wil je een huisje hebben en 15.000 is daar niet genoeg voor. Oh, zelfs niet een schuur of zo? Ik denk dat het allergoedkoopste huisje momenteel 22.000 is. Oh mijn god. En hoe kom ik aan geld dan? Dan moet je werken natuurlijk. Ja, je krijgt per uur krijg je, naar mate van je level krijg je een inkomen. Dat zou in jouw geval 100 zijn of zo, in ieder geval niet veel. Ja. Dus dat schiet voor geen meter op. Maar als jij bijvoorbeeld nu een baantje neemt bij een bestaand bedrijf, dus laten we zeggen de food court of de IKEA of zelfs de bank, dan schiet je level omhoog. En later als je dus een huis hebt en een auto en weet ik wat allemaal, dan kun je nog meer levels omhoog krijgen.
Het is alleen niet zoals bij League of zo, waarbij je ziet hoeveel je bent tot je volgende level. Dat houden wij lekker geheim voor de spelers, zodat ze niet gaan grinden, om het zo maar te zeggen. Oh, slim, oké. Ik heb nu geld in mijn hand. Wat wil je eten? Want dan zal ik je even laten zien waar je dat kan halen. Oh, doe maar patat. Dus frikandel. Nee, hoe noem je dat? Frikandel. Aardappels. Ja, ik weet oprecht niet of dat er is. Geen patat? Volgens mij heeft Bram heeft een... Even, Bram! Even kijken. Bram! Voor mij... De chat distance is 20, dus ik moet even hier staan, denk ik. Bram! Oh, zo werkt Bram! Dat. Ik moet redden, jongen. Bram! Voor mij zit hij niet. Voor mij is hij... Waar is hij heen? Oh, hier is hij. Oh, hier! Oké, okay, Bram heeft als goed is een eigen etenswinkeltje. Je staat hier in de food court, maar ik weet niet of die open is. Heb je patat, jongen? Heb jij patat? Ik heb zin in patat. Ik vind dat zo lekker, patat. Milan heeft honger. Oh, nee, hij heeft geen patat. Wow, hij geeft je... Wow! Oké. Ik moet die gewoon voor betalen en jij krijgt het gewoon! Krijg wat! Wat is dankjewel. Dit? Dankjewel! Nou ja! En als ik nu nou stiekem naar Dateje ga, die Dateje X, en ik verkoop dat brood, dan heb ik nog winst gemaakt op mijn eerste dag. Oh, nou, dan is je toevallig hier. Hey! Ga proberen. Hey, Dateje. Waar gaat ze? Brood kopen. Oh, vuilak. Waarschijnlijk wil ze het wel omdat het van jou komt. Dankjewel, Bram, voor de brood. Je zit Bram gewoon te nakken. Maar oké, hier kun je dus eten halen. Ik ga even rondkijken van hoe duur het allemaal is. Ja, doe maar. Wel cool, hoor. Ja. Dat is wel echt cool. Oh, hier aardappels. Jawel, aardappels. 8 euro. Oh. Nou. Dan kan het wel. Rechtermuisknop of zo? Nee, dit is allemaal niet geautomatiseerd. Daarvoor moet je hier zijn bij de... Maar ik weet niet. De foodcourt is dicht momenteel. Ja, mensen hebben vakantie. Oh. Ik kan wel even kijken. Wat wil je? Aardappels? Dat hebben ze nog niet eens. Ja. Nope. Ik heb geen aardappels. 50 euro. God, gloeiende... wat zegt hij nou? De foodcourt is heel vaak dicht. Je kan beter naar de kapper, hoor mij dan. Naar een kapper? Naar de bakker? Nee, dat niet. Je kan naar de bakker of naar de visboer, zie ik. Oh, ja, we gaan vis halen. Wat wil je? Kibbeling? Garnalen. Op naar de vis. Ja, ik wil wel naar de vis. Dat zij is visboerin. Zo te zien. Dus zij promoten gewoon haar zaak hier zo in deze... Wat denk jij? Ja, iedereen wil geld verdienen, joh. Yo, dit is slim. Dan ga je gewoon naar iemand anders zijn winkel. Dan zeg je van, hé hey man, hier is het slecht. Ja, het is hier vaak dicht, hoor. Ja, inderdaad. En dan gewoon, oh my god. Dat is nog eens best. Mensen zijn gewend om hier gewoon te rennen, trouwens. Voordat je denkt van, man, dit kost alleen maar eten. Dat is ook een tactiek van daar, hè? Oh, tuurlijk. Ik moet overal aan denken. Einstein. Die ken ik volgens mij. Oh, dit is de visboer. Kijk, ik zet de vis bovenop. Oh ja, verrek. Oh, holy vet, man. Holy crap. Nou, doe je ding. Ik wacht wel even buiten. Als je hulp nodig hebt, dan moet je zeggen. Ding dong. Ik kom er binnen. Gekookte vis is 5 euro. En gerookte zalm is alleen op bestelling. Dan zou ik vragen of ze gerookte zalm hebben. Ja, mag ik gerookte zalm? Doe maar... Nee, hoe duur is die rommel? Is die rommel? Staat er geen prijs bij? Nee, er staat geen prijs bij de gerookte zalm, maar wel bij de gekookte vis. Oh, alleen op bestelling, meneer. Dan moet je zeggen, ja joh, ik heb het niet eeuwen de tijd. Ja, dus doe ik de bestelling nu. Ja. Dat is toch logisch? Ja, dan heb je de op bestelling. Nou, bij deze. Ja. maar ze moet even de prijs noemen, want misschien wil ik het wel helemaal niet meer als ze de prijs heeft gezegd. Moet je vragen, wat kost het? Hoeveel wilt u bestellen? Ja, hoeveel... Is het. En hoe lang duurt het? Ook belangrijk. Oh ja, tuurlijk. Hé, maar dus je hebt echt een constante, de hele dag een interactie met iedereen. Ja. Om dingen te fixen. Ja. De prijs van zalm is 26, volgens mij. Ze weet het zelf niet eens zo goed. Oké, dan doe maar 4 stuks voor 100 euro. Is dat oké? Kijk, nou ga ik dealen. Want dan moet ik eigenlijk 104 betalen. Ja. Maar ik wil die 4 euro korting natuurlijk, omdat ik er dan 4 bestel. Natuurlijk. Maar heeft ze het wel? Ja, dat hoop ik. Ze moet even praten. Wilt u zoveel zalm? Ja! Nee, grapje. Ik ben een clown, hè? Ik blijf een beetje in mijn rol. Nee, grapje. Doe toch maar 4. God damn it.
Candy Sweeter. Ik vraag erop hier. Milan, moet je kijken. Ik kan gewoon hierin staan. Oh, dat ziet er echt nasty uit trouwens. Is dat zo? Ja. Oh. Het ziet er heel fout uit. Oké. Wat zeggen ze nou? Vier zalm. Ja, vier zalm. Voor 100 euro. Die visboer die is niet echt heel erg op verkoop gericht, of wel? Ik denk het ook niet. Hè? Oh, dus ze gaan twee gesprekken nu door elkaar. Ja, want andere mensen die staan achter ons hebben het ook over van alles en nog wat, zeg maar. Wanneer heb ik het? Want als ik het pas over een uur heb, dan... Ja, dat werkt niet. Nee. Nee. Ik meld het wel als het binnen is gekomen. Oh, wacht. Einstein zegt gratis vis voor Milan. Je bent een celebrity. Oh, serieus? Dit is de eigenaar, volgens mij. Ja, dit is de eigenaar. Oh, nee, zegt Candy Sweeter. Wat? Niet? Nee. Want ze neemt alle vis mee. Oh, ze is het niet mee eens. Ze wil geld verdienen. Hè? Wow, wat gebeurt hier allemaal? Ik weet het niet. De visboermedewerkers kunnen er niet uitkomen. Ik zou met Stijn praten, want die zegt gratis vis. Ja, volgens mij gaat hij mij nu dat geven. Ja, ik denk, oh mijn god, hij geeft me vis. Oh, het is zo lekker om een beetje bekend te zijn op mijn server. Dan wil iedereen... Oh god, ik word hier bespied, jongen. Oh, en nu ineens zegt ze, omdat we klantvriendelijk zijn. Ja, terwijl ze met de vis wegliep. Ja, ik heb 10 vis, man. Dus we kunnen weer gaan. Oké, nou, wat gingen we doen? Want je had het over dat je iets wou kopen of iets wou... Een huisje, zei je. Ja, een huisje of een fiets. Ja, fiets. Nou, je kan een auto kopen en geen huis. Maar ik zou beginnen met gewoon een plot. Gewoon een stukje grond. Zoiets als dit, zeg maar. Dit is dan al bezet van iemand. Maar je moet iets hebben, man. Ja, is goed. Ik heb 10.949... Een raar getal ook trouwens, maar ik heb het. Wat is het goedkoopste stukje grond? Een goedkoop stukje grond? Ja, dan moet ik even de bankstatuten in. Want daar hebben we dat al staan. Alleen, wat zoek je? Wil je iets groots? Wil je iets met een huis erop? Of een lege plot? Een lege plot is natuurlijk meestal wat goedkoper als gewoon met een huis erop. Maar ja, om dan een huis te kopen, dat kost dan waarschijnlijk ook weer heel erg wat. Dus wat zoek je? Wil je alleen grond of gelijk met een huis erbij? Ik wil graag een... klein stukje grond. En dan wil ik daar... Weet je, want ik heb een idee. Weet je wat ik graag wil? Wat me heel cool lijkt? Een klein stukje grond. Een klein stukje grond. En daar een soort van... Een klein standbeeld op maken. Met iets cools. Zodat je ziet dat het van mij is. En that's it. En dat is dan mijn handtekening voor deze server. Oké, ik ga 220, 223 moet ik even checken. 220. 220 is nog te koop. Dat is, die staat hier vlak naast, ergens, denk ik. Even kijken. Dit is 224. Oh, er staat er wat op, gek. Nee, toch niet. Deze is nog te koop, Milan. Hier. Ik kom eraan. Deze, oh, dit is wel heel groot, hoor. Ja, maar dit is een van de kleinste plots. Oh, nou, oké, dan doen we dit. Hier kan ik dan prima... Hoe duur is dit? 30.000. Ja, oh, mijn god. Hoe kom ik nog aan 30.000? Lenen. Nou dan doe ik een lening. Ik heb daar een boek voor je. Wat is dit? Dat is een tegoedsbon. Tegoedsbon van 100 in te leveren bij dus David voor dat geld. Hè? Huh? Ik snap er geen vlekken van. Oh, nou, ik heb hem net ingeleverd. Kom maar op met die 100 euro. God. De god non de ju. Had je er geen 40.000 van moeten maken, dan had je je lening gehad. Oh ja, shit. Ja, dan moet ik even pinnen. Is goed, dan krijg je dat. Wat is dit voor troll? Je bent echt een clown. Sorry, ik kreeg een boek en kwil in mijn handen. Ik denk, nou, daar doe ik wat leuks mee. Maar deze dus, deze wil je kopen? Ja, maar betaal ik rente over die lening? Nee, wij doen momenteel niet aan rente nog. Oh, top. Nou, dan leen ik graag... ik heb nu dus 10.000 of 11.000. Dus dan leen ik graag de overige wat ik nodig heb. Maar, ja, dat is 20. Maar dan, je wou er iets opbouwen. Dan heb je ook geld voor nodig. Of komt dat later? Dan moet ik iets extra hebben voor blokken. Hoe duur zijn blokken? Waar kan ik blokken kopen? Dan ga je naar het bouwbedrijf. En sommige blokken zijn heel duur, zoals kwart, zeg maar. Maar als jij... Je wou een standpunt van jezelf, zei je dat dan? Ja, nee, niet van mezelf. Zo arrogant ben ik ook weer niet. Oh. Gewoon een leuk opstapeling van blokken met een sign. Met het DAD-logo erop of zo. Dat is niet egoïstisch. Iets in die richting. Ja. Ik denk dat je al gauw 10.000 extra kwijt bent voor dat grapje. Want dat klinkt als redelijk wat blokken.
Ik zit niet bij bouwbedrijven, dus ik weet niet wat het is. Maar als je dit huisje moet laten bouwen, wat hier staat, dat zou 8000 zijn, bij wijze van spreken. Maar als je... Zie je dat huis daar boven op die berg? Holy shit, die villa. Ja, dat is al gauw 40, 50 om te laten bouwen. Wow, nou dan heb ik denk ik 15 of 10 extra nodig. Nou, kom, we gaan naar de bank. Dan moet het wel even goed regelen, zeg maar. Hier is die vriendin van jou weer. Waar je er nog iets kwijt? Nee. Oké. Ja, dat was raar. Want ze wou jou iets verkopen. Toen kwam Stijn in één keer gratis eten voor. En Candy Sweeter had zoiets van, nee, dat wil ik niet. Nee, misschien herkenden ze me niet. Wisten niet wie ik was. Nee, maar nou even de grootste Illuminati confirmed, hè? Ja. Weet je wie Stijn is? Ja, dat is een YouTuber, maar ik weet niet meer hoe of wat. Het is een YouTuber, en waarom denk je dat hij er zo als de kippen bij was net? Of als de vis bij? Als de vis bij. Misschien omdat hij goed kan zwemmen? Nee, ik weet het niet. Nee, omdat hij eigenlijk misschien wel weet wat wij aan het doen zijn. Want let even op. Stijn! Ja? Oh, ik hoor hem. Hij zit momenteel bij mij op een andere PC. Oh. Ja. Nou, groetjes aan Stijn dan. Groetjes aan Stijn, groetjes van Milan. En wij gaan even wat lenen. Zo, hoppakee. Zegt u maar, meneer. Hoeveel wil je lenen? Hallo, meneer. Ik heb hier... Kun je dit geld ook op mijn bank zetten? Nou, als jij het op de bank zet... Ja, dat kan. Als jij het op de bank zet, kan ik het ook van je rekening afhalen, wat je wil. Maar waarvoor kom je hier? Ik doe net alsof ik het niet weet. Ja, ik kom hier voor een lening. Ja. Ik doe alsof ik het niet weet. Ja. En die lening moet 22.000 zijn of zoiets. Ja. Of doe maar 25 of zo. Want ik wil graag een mooie plot kopen. Plot 220, dacht ik. Doe maar 25 of zo. Maar misschien ook wel 22 of zo. Ja, dan wil ik... Mag ik graag een lening van 25.000 euro voor een plot? Ja. 220. Oké, ik heb 220 nou op je naam gezet. En dank. Jouw lening die komt... wacht even hoor. Dan gaan we het ook even goed doen. Ja, Malino. Zo. En hoeveel zei je? 25? Ja, denk het wel. Ja. Ja, dat werd me net in mijn oor gefluisterd. Oké, dan moet ik helaas van jouw bankrekening 5000 afhalen. Oké. En dan heeft de 25.000 lening ervoor gezorgd dat het plot nou van jou is. Oké. Snap je? Dat is een optelsommetje. Moet ik het wel even goed zetten. En dat is nou van jou. Kun je ermee doen wat je wil. Ik snap, ik mis alleen 1 euro. Hè? Huh? Oh, dat was die euro die ik natuurlijk aan dat dateje meisje had gegeven. Maar, wacht even. Ja? Jij kreeg nog geld van mij, hè? Stond de 100 euro? Stond op deze. Ja, het is geen 100. Want het gaat om het idee. Oh, yes. Stond op de tegoedsbon. Dat heeft gewerkt. Ik ga het weer storten. Ja, tuurlijk. Oké. Ik red even gauw dat plot. Dan maken we dat even voor jou. Dan is dat officieel. En bij het bouwbedrijf kun je een aanvraag doen. Ik weet niet of je nog boekjes hebt. Shit, nee. Die kan je zeker ook kopen. Nee, boekjes zijn gratis en kisten ook hier op deze server. Oh, waar haal ik die vandaan? Hoeveel boekjes wil je hebben? Want ik heb altijd boekjes bij me, want er al druiven zijn die het vergeten. Doe maar 4 boekjes. 4 boekjes, oké. Ondertussen denk ik dat jij even dus moet gaan bedenken wat je daarin gaat schrijven in dat boekje. Want wil jij bijvoorbeeld... wat wou je ervan maken? Ik weet het al niet meer. Ja, nee, jij zei een D&D-logo. Dat vond ik wel een hele goede suggestie. Ja, toch? Ja, dankjewel. Oké, ik ga even jouw officieel eigenaar maken. Set owner. Oh, dat is stay owner. Dat is wat anders. Malino. Dat je dat allemaal kan doen. Als het goed is het nu voor jou. Ga er maar eens op staan en typ maar eens /plotinfo. Plotinfo. Unknown command. Met /plotinfo. Ja, dat heb ik. /plotinfo. Dat is unknown command bij mij. En ik kan ook nog niks weghalen, zie je dat? Nee, dat kan je nooit. Want het is geen survival, hè? Oh, oké, sorry. Als jij de bomen weg wil halen, dan moet je naar het tuincentrum. Als jij wil laten bouwen naar het bouwbedrijf. Stel je voor dat nou blijkt dat tijdens het bouwen dat er giftige grond in zit, dan moet je naar de gemeente. Kan er allemaal. Je kan ook olie vinden. Oh, wauw. Dan heb je in één keer 5 levels omhoog of zo. Plotinfo. Het werkt niet, sorry. Oh, nou, dan weet ik niet waarom dat niet is. Maar dat zullen we toch eens even achterna gaan. Jij gaat dus een bouwopdracht voor het bouwbedrijf schrijven. Oh, cool. Dus dan moet ik iets neerzetten en dan moet ik dat ergens inleveren en dan wordt het voor mij gedaan. Ik loop zo met jou mee naar het bouwbedrijf en dan wordt het gedaan. Ja, en dan krijg je een rekening voor hoeveel het was.
Moet ik ook zeggen welk plot ik ben? Ja, het is voor alle duidelijkheid 220. Oké. Malino, plot 220. Ik wil graag de bomen weg. En ik wil graag... Nou nee, die moet ik natuurlijk inleveren bij het tuincentrum. Of kan ik ook de bomen weghalen door het bouwbedrijf? Kunnen ze wel. En waarschijnlijk gaan ze dan gewoon een beetje extra rekenen dat zij het via het tuincentrum moeten doen. Maar okay. Ik en het ik uit. Wil graag een DHD-logo op mijn plot hebben. Zeg wel welke kleur, hè? Anders ga je ze kutten met kleuren. In de kleur blauw-geel. Blauw en geel. Ja, en zwart. En zwart. Oké, okay. Anders krijg je dan denk ik roze tussen. Ja, dat is ook weer zo raar, ja. Mag dus elke letter één kleur. Hoeveel kost dat? Of kan ik dat... Nee, gewoon, en dat wil ik, punt. Kijk, en als ze nou maken en dat kost 18.000, dan zeg je, ja, nee, maar hier had ik niet om gevraagd. Verander het maar even tot aan dit bedrag. Oh, moet ik, ik hoef nu niet al neer te zetten hoeveel ik heb. Ja, je kan zeggen, budget is ongeveer dit en dit. Dat kun je ook doen. Oké, okay, dus het budget van mij is 8.814. Ja, bijvoorbeeld. Oké, okay, en moet ik dan nog signen? Ja, altijd signen, anders weten ze niet of het boekje van jou komt. Dan zou je natuurlijk een bouwopdracht voor je buurman kunnen maken. Dat je zegt van ja, hallo, ik ben de eigenaar van 219, ik vind mijn huis kut, sloop maar. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Nee, kun je dit even controleren? Ja. Of ik het zo goed heb gedaan? Ik vind het wel een leuk systeem zo. Malino plot 220. Ik wil graag de bomen weg en ik wil een DHD-logo op mijn plot hebben. In de kleuren blauw en geel en zwart. De kleuren blauw, geel en zwart. Oh. Ja. Dus elke letter één kleur. En dat wil ik. Budget, oké. Okay. Ik vind het mooi. Ik denk dat het wel gaat lukken. Hier heb je het boekje terug. We gaan even gaan naar het bouwbedrijf. En volgens mij hebben die wel een postvakkie. Oh, en dat is... gaan we oh, even... Wow. Ja, iedereen heeft een postvakje. Dan kun je alleen in als het van jou is. Zo. En dat bouwbedrijf zit hier. En hoeveel zitten nou op de server dan? Hoeveel mensen? Zo'n 50 man nu. 50 man? Ja, man. En dan komen er elke week komen er 2 bij. Wow, dus aan het eind van het jaar heb je gewoon... Oh nee, niet eind van dit jaar, maar over een jaar heb je gewoon... Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, hier is het postvakje van het bouwbedrijf. Ik zou zeggen, meter hem erin. En dan gaan we waarschijnlijk... Nee, je moet hem hier in de hopper, Milan. Oh, kan oh niet ja, natuurlijk. Je kan niet zomaar kisten openen. Dat zou een beetje raar zijn, dan gaan mensen post stelen. Hoppakee. Hop, gelukt. Ik vind het mooi. Ik denk dat ik dat over een tijdje wel ga zien, wat het DHD-logo is geworden. Ja, ik denk het ook. Ik kom nog wel terug dan om het te laten zien als het gebouwd is. Ja, misschien dat je het zelfs vervolgens ter veiling kan aanbieden, zeg maar. Dat natuurlijk best wel uniek is. Kun je geld verdienen. Heb je plot van meer verkocht. Hey. Ja, want ik kan wel gewoon mijn eigen... Ik kan wel signs op mijn eigen huisje of logo plaatsen dan. Of op mijn gebouw. Op aanvraag kan dat, ja, zeker. Top, nou dan doe ik dat gewoon. En dan dat doe ik dat inderdaad als veiling. En dan gaan we dat ook in opname of gaan we dat online of gewoon livestream? Wat gaan we dan doen met die veiling? Ik denk dat we even moeten gaan kijken wat de kijkers willen. Want jij vertelt me nou iets wat super tof is. Waarom gaan wij niet een keer samen gewoon een uurtje of whatever een keer dit live doen zodra dat er is? Heel veel mensen vragen namelijk of ik wil livestreamen. Alleen ik kan het zelf niet doen, want mijn internet is hier te slecht. Als in, ik kan niet eens 720p streamen momenteel. Oké. Okay. Maar als we dat samen zouden doen en jij zou bijvoorbeeld streamen en ik doe dan mee, hé, dan kan het wel. En dan kunnen we het zien. Laat dat maar even achter in de reacties, jongens, of jullie willen dat wij een keer een livestream gaan gooien hier op Mindtopia. En of... Of je wijst een veilingmeester aan voor die dag. En dan? En dan heb je die veilingmeester. En die veilingmeester is van DDG, dus dat is iemand. Dus dat kan Stijn zijn of weet ik veel wat, voor die paar uren. Ja. En die gaat dan dingen veilen. En dan mogen mensen dingen maken voor de veiling. Of iets. Dat kan ook. I don't know, ik weet niet. Ik kom op ideeën. Inderdaad, wat jij zegt, de kijkers kunnen dat bepalen. Maar ik gooi even wat ideeën. Het is dat ik niet naast je zit, maar anders had ik je hersenen horen kraken. Jongens, laat even een like achter als je het leuk vond. En nogmaals, geef ons even een suggestie of wij dit nog een keer moeten gaan doen. Of wij dat nog eens een keer moeten gaan bekijken. Dus wanneer het logo klaar is, niet gelijk. Ja, morgen weer, Milan. Dan is het er nog niet. Het duurt zo 3-4 dagen voordat het gebouwd is, zeg maar. Okay. En dat was hem alweer. Dus check even het kanaal DDC voor alle andere Mytopia afleveringen. Mocht het je eerste zijn, die hebt geen flauw idee waar je net naar gekeken hebt. Ook het kanaal DAD, oftewel dagelijks HD met H-A-A-D-E-E. Kom maar goed, joh. Ik zeg het zo raar altijd. Hoe doe jij dat? Dubbel A, dubbel E. Ik vind het ook mooi. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, jongens. Later.